Lekker. Zeg het maar, Joey. Lekker bakkie, Jan. Ja, heerlijk bakkie. De laatste keer dat ik gesproken was naar die bruiloft van René. Ja, en dat is lang geleden. Dat waren nog eens tijden. Ja, dat was... Toen was Kwik en Kwik en Kwak, die waren nog, hadden nog bonje. Ja, nou dat is gelukkig allemaal weer goed. Verder gaan we weer beginnen. Jij bent er maandag weer, hè? Ik ben maandag weer, ja. En? Zin in? Ja, ik zit gewoon te wachten, man. Ja, wat gaat er nou gebeuren? En de, ik, misschien kan ik een beetje stoken, dat kan. Dus. Ja, dat is jou wel toevertrouwd, hè? Ja, dat is... heet dat? Ja, ik ben echt benieuwd hoe dat gaat aflopen. Ja, nou, dat komt wel goed, toch? Ja, het is altijd goed gekomen, dus. Feyenoord dit seizoen vergeleken met vorig seizoen, tenminste het komend seizoen. Is Feyenoord er sterker op geworden? In de breedte wel. Ik heb ze alle wedstrijden gezien van Feyenoord. En dus, ja, maar dat ga ik niet zeggen. Maar dan zie je dat Feyenoord nog steeds de vastigheid heeft, weet je, vanuit de organisatie voetbal. En wat wilde je nou niet zeggen? He? Wat wilde je nou niet zeggen? Iedereen, maar dat is zo makkelijk, Joey, om te zeggen. Ja, Ajax favoriet. Ja, maar die is godverdomme elk jaar favoriet. Ja, Berghuis riep het ook trouwens gisteren. Ja, dat is lekker. Ik zou zeggen, FC Utrecht bij wijze van spreken. Want, hey, altijd Ajax, nou, dan pak je wel een risico om dat te zeggen. Ja. Jij roept hetzelfde dus, eigenlijk. Nee, ik roep het niet. Ik denk het, maar ik zeg het niet. Oh ja, sorry. Ja. Maar wat zeg jij wel? Feyenoord wordt kampioen. Ja, dat zeg ik wel. Maar dat zeg ik elk jaar. Kijk, als die gozer die ze nou gehaald heeft, die Teixeira. Ja, is dat wat? Want dat was een wereldtalent, hè. Een Teixeira heeft bij Liverpool gespeeld, die is geblesseerd geraakt. Heb jij hem getipt aan Dick? Nee, helemaal niet. Nee. Want je hebt wel contact met hem natuurlijk af en toe, maar... Volgende week ga ik even een goede dag zeggen. Even naar de training. Ja, maar ja, je mag er niet op, hè? Nee, niet zomaar. Af en toe volgens mij een kwartiertje. Dan, of ja, zo. Maar je mag dan, ze willen geen risico pakken en noem maar op. En ze hebben gelijk, hè? Elke die dat doet, heeft gelijk. Ja. Hoe is dat voor jou nu trouwens? Ja goed, hier moet je over een mondkapje doen. Je vertelt al wel een beetje, maar in België is corona ook nog niet weg, hè? Nee, het is waardeloos. Ik mis twee dingen. Dat we naar de wedstrijden gaan kijken in het buitenland. En mijn kleinkinderen... af en toe vastpakken of een rolschop geven. Maar dat doe je allemaal niet meer dan? Nee, een goede dag. Vanwege corona dus, ja. Nog steeds? Oké, okay. Ja, dat is... ja, het is, ik vind het verschrikkelijk waardeloos, moet ik zeggen. Ja. Maar ja, nog even wachten en dan kan ik ze even doodknuffelen. Vaccinetje erbij en dan gaan. Het is te hopen dat ze dat snel vinden, die mensen. Ja. Nou ja, inderdaad, ja. Jan, wat is nou als je terugkijkt op je carrière? Maar als trainer en als voetballer dan. Gewoon, wat is nou eigenlijk echt, als je daarop terugdenkt, het mooiste moment? Waar denk je dan als eerste aan? Wat is voor jou echt het hoogtepunt geweest? Voor mij wat een hoogtepunt is geweest. Ja, toen ik 17 jaar was. Ja, geloof ik 17 jaar. En toen speelden we... was meneer Kment was trainer, Willy Kment. En toen speelden we... was mijn eerste wedstrijd in Feyenoord 1. Tegen Eintracht Braunschweig, ja. Dat was, ja, ik was ineens, stond ik ineens, daar zo'n Koentje, daar zo'n al die grote namen, waar ik, ja, als een dingen tegen opkeek, dat waren mijn goden. En ineens kom ik in die kleedkamer te zitten, ik speelde in de betaalde jeugd. Wimpie was al een jaar eerder. Ja, dat was mijn eerste, en ik weet nog goed, ik ging in een kopduel. Ik bloeide als hun, maar ik zei niks. Dat was je debuutwedstrijd. Ik wou die wedstrijd, maar ik moest die af. En de rust moest, want dan bleek me bloeien. En toen was het gestopt. Toen mocht ik 2 minuten het einde, mocht ik er weer opkomen. Dat een vriendschappelijk werd. Dat was eigenlijk, ja, dat was wat voor mij het... ik ben in mijn club, ik doe met die club mee. Ik ga mijn spelers spelen die mijn goden waren bij wijze van spreken. Dat was mijn hoogtepunt. Nou Jan, aanstaande maandag, we kijken er naar uit en ik denk ook heel veel kijkers als jij er weer bent. Nou, ik kijk er ook naar.
Ik zou mijn god niet weten. Ja, eigenlijk is het een zaterdag, is het de opening. Ja, vrijdag. Ik ben zo benieuwd wat ze allemaal gaan zeggen. Ja. Dat is echt niet normaal. Voor nog meer hoogtepunten, download onze Veronica Inside app.